Ja, morgen dus in de Sing-Off. Hartverwarmende reacties heeft Linda de Mol gekregen na haar breuk met regisseur Sander Valen. De presentatrice bedankt vandaag iedereen die met haar meeleeft in een voor haar moeilijke tijd. Linda was vandaag te vinden in een groot warenhuis in Rotterdam voor een signeersessie. En wij gingen even langs om haar te feliciteren met de Gouden Televisiering nominatie voor Gooise Vrouwen. Linda, je bent genomineerd met Gooise Vrouwen voor de televisiering. Dus we hebben een bosje bloemen voor je. Lief. Dankjewel. Ja. Ik ben er helemaal blij mee. Lieve Sil, dit nummer zing ik speciaal voor jou. Omdat ik zo verschrikkelijk veel van jou. Dat weet je. Echte liefde. Was je verrast? Ja, want ik was helemaal niet mee bezig dat die voorronde alweer aan de gang was. Ik had wat anders aan mijn hoofd, zullen we maar zeggen. Dus het kwam als een complete verrassing. En het was het eerste leuke nieuws in tijden. Dus ik was er heel erg blij mee. Linda doelt hiermee natuurlijk op alle negatieve publiciteit rondom de breuk tussen haar en Sander. In ieder geval krijgt ze vandaag een hoop steun van haar fans. Ja, hele lieve mensen allemaal. Echt die een hart onder de riem steken. Van succes en meid en haïtaai. En er komen Gooise Vrouwen DVD kopen en willen er dan wat opgeschreven hebben voor een jarige of een moeder of een kind. Het zijn allemaal mensen die of ontzettend genieten van Gooise Vrouwen. Ik lig elke zondag helemaal slap wat lachen voor de televisie. Of sterkte en meid, want ik heb het zelden meegemaakt. Of het blad heel graag lezen en alle nummers bewaard hebben. En er dan nog eentje niet hebben en die dan hier komen kopen of zo. Het is echt wel heel erg leuk. Het is leuk om te doen. Dat het zulke zware tijden zijn voor Linda is vandaag niet echt te zien. Ze komt vrolijk over en ze maakt tijd voor iedereen die met haar op de foto wil. Oh, nou ja, het gaat ook redelijk en het leidt lekker af, dus ja. Het is overigens een drukke dag voor Linda. Na Rotterdam staat ze ook in Den Haag en Amsterdam in het warenhuis om te signeren. Zelf gaat ze maar even niet op koopjesjacht. Tjitske, mijn collega van Gooise Vrouwen, die zei, je moet echt gaan hoor, tijdens die dagen. Want sommige dingen, het scheelt gigantisch. En die was er helemaal enthousiast over. Nou word ik een beetje benauwd van zoveel mensen bij elkaar. Ik ga liever dan dat ik dan iets meer betaal en dat ik dan op een wat rustigere ochtend ga. Als ik lekker rustig kan winkelen. Heb je wel genoeg energie op dit moment om dit soort dingen te doen? Ja hoor, juist. Ja.